Ortocenter Hoge Zand is verhuisd naar een nieuwe locatie in het centrum van Hoge Zand. Dit pand werd samen met de wethouder feestelijk geopend. Nou, jullie zijn verhuisd naar een nieuw pand. Kun je er iets over vertellen? Ja, ons oude pand werd klein. Dus vandaar dat ze op zoek waren naar een nieuw pand. En nou ja, dit mooie pand is het geworden in het winkelcentrum, buiten het centrum natuurlijk. Maar ze hebben alles in een korte tijd uit de grond gestampt. En het is een prachtig mooie locatie geworden. En nu hebben we veel meer ruimte en daar ging het om. Ja, het was dus te klein. Waar merk je dat vooral dan aan? Nou, je kunt je patiënten niet kwijt. Dat betekent gewoon dat je heel veel patiënten moeten eigenlijk elke maand voor controle komen. En die ruimte hadden we niet. Dus we hadden daar 4 behandelstoelen. We hebben er nu 6. Dus we kunnen nu de patiënten gewoon beter helpen. We hebben meer ruimte. We hebben ook voor onszelf meer ruimte. De wachtkamer is groter. Onze kantine is groter. En het heeft gewoon een lekkere frisse look. Waardoor we weer up-to-date zijn met alle hygiëneprotocollen en dat soort dingen wat we zo belangrijk vinden. Ja. Ja. En waarom was vooral deze locatie dan zo geschikt? De grote, denk ik. Ja, de grote. Dit was de meerdere locaties wouden in Hoog Zand blijven. Ja, en er zijn wel meer panden beschikbaar, maar klein. En dit was eigenlijk de ideale locatie. Centraal, veel parkeergelegenheid. Ja. Dus dit was eigenlijk de plek wat ze wouden. Ja. Ja. Als je dan kijkt naar concurrentie in de buurt, zit je dan op een hele gunstige plek? Ja, we zitten wel op een fijne plek. Nou, wat Marijke al zegt, parkeergelegenheid. Het is ook een heel speelspand, omdat het een boog heeft. Nou, je kunt wel zien hoe leuk we dat ingericht hebben. Ja. Dat betekent gewoon dat het een hele fijne plek is om te werken. Ja. En vandaag dan even een officiële opening. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Ja, waarom hebben we daarvoor gekozen? We willen ook de verwijzers, de tandarts, de gelegenheid geven om bij ons binnen te kijken. Omdat we natuurlijk erg trots zijn op de plek waar we werken. En op deze manier kunnen we iedereen gewoon lekker rondleiden en laten zien hoe fijn we het hier hebben. Dus dat is heel belangrijk, zodat mensen ook weten van als ze bellen, als ze contact met ons hebben, van nou, dan hebben ze toch een associatie waar we zitten. Ja. Heb je dan ook het idee dat mensen het nu beter kunnen vinden waar jullie zitten? Ja, zeker. Het is wel even wennen. Er zijn nog in het begin veel mensen die verkeerd reden. Maar nu ze het eenmaal weten, is het altijd het pand met de boog aan de buitenkant. Ja, nee, het is wel makkelijk te vinden. Ja. En als je dan kijkt naar het team, met wat voor mensen werken jullie hier allemaal? We werken met tandartsassistenten die intern zijn opgeleid door ons. We hebben een eigen opleidingsinstituut, dat zit in Woerden. Dus heel Ortocenter stuurt daar zijn assistenten naartoe. Dus ze worden echt goed opgeleid, gekwalificeerd personeel. Ja, wij werken in de zorg, dus hygiëne, protocolering, alles is gewoon heel erg belangrijk. En we zijn lekker uitgebreid met het team. Want ja, je snapt van 4 stoelen naar 6 stoelen betekent ook meer assistenten erbij. Dus heel prettig. En betekent dat ook dat er dan nu meer werkgelegenheden zijn hier? Hier in het pand bedoel je? Ja, we zijn van 4 naar 6 stoelen, dus er zijn wat assistenten bijgekomen. En iedere stoel moet bezet zijn, dus we hebben een heel fijn en mooi warm team. Ja. Ja.